Oh, doei! Ik wilde vroeger heel erg graag modeontwerper worden. Tegen willens en wens in wiskunde in mijn pakket gehouden. Ik wist in elk geval dat ik heel graag met dieren wilde werken. En daardoor heb ik nu een modellenbureau en evenementenbureau. Of een dierenactivist worden of een milieuactivist. Mijn kleding zit een activistische boodschap. Ik wist dat ik eigen baas wilde zijn. Ik ben heel slecht in orders opvolgen van anderen. Super corny misschien, maar ik denk dat mijn beste fashion moment misschien wel mijn bruiloft was. Alles wat ik mooi vind zit in die broek. Dit is de Justin Bieber broek, want Bieber had hem aan toen hij in Amsterdam was, in de Albert Heijn. Toen ik 9 was, ik was bekend om het wc-borstelkapsel, dus ik had allemaal spikes of staartjes. Dat zou ik zeker nog steeds dragen. Omdat, ik weet eigenlijk niet waarom, omdat ik heel goed uitzie op die foto, denk ik. Dit is mijn slechtste modemoment, omdat ik hier een traantje onder mijn oog had getekend en totaal nog niet bezig was. En met wat die dingen betekenen, dus ik toen ook meteen gegrepen werd op straat door een grote Latino man en terecht. Een highlight is toch wel toen ik een keer zo zenuwachtig was en voor een belangrijk tijdschrift op de foto moest. Dat mijn lip dus bleef hangen en dat ik als een konijntje op de foto stond. Het was een kort wit pruikje met Mickey Mouse oren à la Lady Gaga, volgens mij voordat Lady Gaga dat deed. Ik zou het niet zo snel nog een keer aan doen. Kermit-achtige look, een soort van afgematheid, wat ik dan heel erg vind. En dan in combinatie met die look. Ja, het is gewoon niet mijn lievelingsfoto. En klik hier voor de volgende video. En klik hier voor de volgende video. En klik hier voor de volgende video.